Mario Bulate, dit moet voor een spits zijn echt de meest frustrerende wedstrijd ooit zijn geweest. Nou, frustrerend, dat is denk ik nog zachtjes uitgedrukt. Ik denk gewoon als we naar het Algeo speldbeeld kijken, met name de eerste helft, ja, dan creëren we eigenlijk niet heel veel. We gaan met een bepaald strijdplan de wedstrijd in. Proberen tussen hun linies door te spelen, nou ja, dat lukt ons eigenlijk vrijwel niet. We creëren niet heel veel en ja, ik heb het gevoel, weet je, dat als we er dan voor kiezen om de lange bal te spelen, dat we daar dan niet genoeg op anticiperen. En eigenlijk heel veel bal een beetje in een niemandsland vallen. Dus, nou ja, al met al denk ik gewoon over de gehele wedstrijd gezien, het algeheel spelbeeld denk ik zeer frustrerend, niet alleen voor mij. Ja, want als je dan de hele tijd achteruit moet kijken dat die ballen maar niet komen, schiet het dan bij jou ook in? Sorry? Als je heel te naar achter moet kijken dat het heel te maar niet op gang aan het komen is, schiet het dan voorin bij jullie er ook in dat je ongeduldig wordt? Nou ja, kijk, de kunst is om geduldig te blijven en in ieder geval het beste proberen te maken van de ballen die je wel krijgt. Nou ja, veel meer dan dat kan je sommige wedstrijden niet doen. Ik bedoel, tegen de Graafschap was de bediening nou ook niet optimaal. Alleen dan heb je wel het gevoel dat je nog veel tweede ballen wint en van daaruit nog iets kunt creëren en veel in de duels komt. En vandaag was dat denk ik niet heel erg het geval. Dus nou ja, op sommige momenten sluipt de frustratie er wel in, joh. Ja, zeker natuurlijk gezien dat er nog maar een paar wedstrijden zijn tot het einde van het seizoen. En dat jullie eigenlijk in één keer weer heel goed ervoor stonden. Heb je toch in een paar dagen tijd dat eigenlijk weer helemaal weggegeven? Ja, nou ja, zo kun je het wel stellen, ja. Ik bedoel, je doet hele goede zaken tegen de Graafschap. Je doet weer volop mee voor de promotierace. Nou ja, je komt eigenlijk goed weg omdat ze afgelopen vrijdag verliezen en jezelf ook punten verspeelt. Nou ja, dan probeer je dat vandaag recht te trekken. Maar als je dan gewoon kijkt naar hoe wij de wedstrijd in zijn totaliteit spelen, dan straalt er niet heel veel vanaf, denk ik. Nee, ja, want dat was eigenlijk bijzonder. Want jullie hebben toch natuurlijk ook heel veel solide wedstrijden gespeeld met heel veel vertrouwen. Maar vandaag was het eigenlijk de eerste kwartier, dacht ik, van nou, dit had al 0-3 kunnen zijn. Ja, nou ja, precies wat jij zegt. Heel veel wedstrijden zie je dat we snel op achterstand komen. Of dat we heel snel kansen weggeven op een knullige manier. Ja, vandaag is het niet anders. Ja, waar het aan ligt, schiet je me dood. Ik heb geen idee, maar ja, het is toch wel weer een beetje een terugkerend iets. Maar goed, uiteindelijk kom je goed weg. En dan alsnog krijg je die goal knullig tegen, denk ik. En is iemand zijn man kwijt en kan die bal zo ingetikt worden. Ja, want dat viel heel erg op. Jullie zaten verschrikkelijk op elkaar te vitten over de organisatie vandaag. Ja, nou ja, het stond af en toe gewoon niet snel genoeg. Er wordt één keer de corner genomen en volgens mij valt hij bijna voor iemand van Go Ahead voor de voeten en kan hij hem zo inschieten en wordt hij op het laatste moment nog geblokt. Nou ja, dat zijn dingen dan mag je best wel eens een keer boos worden op elkaar. Ja, nee, je verwacht het alleen niet zo laat in het seizoen nog dat jullie daar nog mee bezig moeten zijn, zeg maar. Ja, nou ja, misschien ja. Dat zou je goed, ja. Ja. En als je dan ook kijkt naar de eerste helft, je gaat zelf, je hebt geen kans gecreëerd, zelf als spits zijnde. Hoe zit jij dan in de kleedkamer? Nou ja, weet je, kansen creëren is één, maar ook gewoon de eerste helft denk ik het algeheel spelbeeld. We komen niet echt aan voetballen toe, ik vond het allemaal te statisch. We speelden voor mijn gevoel best wel veel in de trechter, zeg maar. De bal in mij lag niet heel vaak open voor mijn gevoel. Maar goed, wat ik zeg, dan probeer je in ieder geval van de ballen die je krijgt, probeer het beste te maken. En dat waren vooral ballen door de lucht. Nou ja, als dat de rol is waarin ik me moet schikken in de wedstrijd, prima, daar kan ik wel mee leven. Maar goed, dan verwacht je toch misschien wel dat er iets meer van komt en dat gebeurde vandaag niet. Ja, dat zegt me ook als ik het verkeerd zeg, hoor. Maar volgens mij zijn jouw doelpunten meestal vanuit de snelle aanvallen. En wat mij vandaag opviel was dat de opbouw heel de tijd heel erg traag naar voren was. Ja, ik denk dat de trainer het in de rust goed samenvat. Hij zei wat je ziet bij Go Ahead, zij spelen in, ze bewegen door. En bij ons hadden we soms 4, 5, 6 balcontacten nodig voordat we de bal naar iemand van dezelfde kleur speelden. En op het moment dat wij de bal veroverden waren, dan denk ik ook net zo snel weer kwijt. Ik denk dat we gewoon gerust kunnen stellen dat dit gewoon een slechte wedstrijd was van onze kant. Kan jij dan iets aanwijzen wat jullie als groep nu samen moeten doen deze week om bij de volgende wedstrijd gewoon weer even een heel ander NAC te laten zien? Nou ja, de Graafschap heeft gewonnen, dus volgens mij is het verschil nu 4 punten. Nou ja, we zeiden voor de wedstrijd 7 finales, nou dat zijn er nu 6. Je hebt nu alleen nog wel met Go Ahead te maken als extra concurrent, die hijgt in je nek. Het is een beetje, denk ik, ook een beetje afhankelijk van wat Almere doet. Maar het laatste wat je denk ik moet doen is bij de pakken neer gaan zitten en in die negatieve spiraal komen. Kijk, hoe moeilijk het ook is, kijk, de laatste twee wedstrijden waren slecht. Weet je, daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens. Ja, er zal hier en daar zal er wat moeten veranderen. En ik denk gewoon dat we vooral bij onszelf te raden moeten gaan.
elk individu, wat doe ik goed, wat doe ik slecht, wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat we als collectief zijn er beter gaan voetballen. En van daaruit weer door richting vrijdag. Succes. Dankjewel.